Hoi iedereen en leuk dat je weer kijkt naar mijn kanaal Bokoro Sims. Vandaag gaan we verder met The Sims 4 Homeless Challenge. En dit is een challenge, oftewel een serie die ik pas geleden ben begonnen. En in deze serie speel ik dus met een zwerver en dat is dit meisje. En we gaan gewoon proberen om ons leven weer op te bouwen. Dit is dus Alyssa Greenfield. Ze heeft geen geld. Ja, ze heeft $5 zoals je ziet. Ze heeft vrijwel niks. En ons doel is om haar weer op de rails te krijgen. En uiteindelijk een huisje te kopen. En een baan voor haar te vinden. En een gezinnetje te starten. Dat is het doel. Heb je de eerste aflevering nog niet gezien? Ga die dan zeker even kijken. Ik zal rechtsboven in beeld een linkje daar naartoe zetten. Daarin leg ik ook meer uit van wat ik allemaal wel en niet ga doen en zo. Dus die kan je bekijken. Goed, Alyssa die heeft geslapen hier op het bankje in San Myshuno. Oh. Wil ik gratis oordopjes? Nou, dat wil ik wel. Ik bedoel, als zwerver neem je alles vrijwel aan, toch? Dat is handig. Die kunnen we gebruiken tijdens het sporten. Want we kunnen natuurlijk wel sporten. En daar gelijk, om daarop terug te komen, op sporten. We kunnen natuurlijk gewoon naar de sportschool gaan en daar douchen. Want ik had gezegd van dat we niet naar een openbare douche kunnen. Maar dat kan natuurlijk wel, want we kunnen gewoon naar de sportschool gaan. Maar dat was ik even vergeten. Goed, waar zijn we nu op dit moment? We zijn nu ergens hier. Of, nee, hier zijn we volgens mij. In dit district. In het, wat is dit? Het fashion district? Mode district. Gaan we nu even naar de binnenstad. Gaan we daar naar Sky Fitness. En daar gaat Alyssa eventjes sporten. En gebruik maken van de douche. Zo, we zijn hier bij de sportschool. En ik ga Alyssa eventjes de loopband zetten. Gelukkig is de sportschool gratis in de Sims. Dus daar kunnen we daar gewoon gebruik van maken. Alle sportfaciliteiten zijn ook gratis. Zoals je ziet heeft ze hier nu andere kleding aan. Ze heeft dus wel wat andere kleding, maar niet veel. Dit is een oud shirt van haar. Dezelfde joggingsbroek en ook weer oude schoenen die ze ergens op straat heeft gevonden. Dus ja, ze heeft niet echt de mooiste sportoutfit aan die er is. Maar op zich is het best oké. En gelukkig heeft ze natuurlijk iets. Het is niet echt een sportoutfit, want dit shirt is niet echt bedoeld om te sporten. Maar goed, ze sport alleen helaas wel in dezelfde broek. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Maar ja, dat is soms niet anders als je zwerver bent natuurlijk. Alyssa gaat lekker op de loopband. Het is natuurlijk wel belangrijk om ook je lichaam zo te onderhouden. En gewoon lekker fit te blijven. Zo, hebben we eventjes gesport en dan gaan we nu naar de douche. Want die kunnen we inderdaad gewoon gebruiken. Hier was ik eventjes helemaal vergeten in de vorige aflevering. Maar we kunnen dus gewoon lekker gaan douchen. Dat is wel heel erg fijn. Hoeven we niet zo te stinken. En ik zie dat Alyssa honger krijgt. En dat is wel een probleem, want we hebben geen geld voor eten. Ik heb in de vorige aflevering gezocht naar, naar eet, hoe heet het? Eetdingen. Of eettentjes. Maar ik kon eigenlijk niks vinden waar je, ja, waar je van $5 iets kan kopen. Dus we moeten echt even geld gaan verdienen om eten te kopen. Ik bedoel, anders kunnen we geen eens eten kopen. En dat is wel heel erg. Dus wat ik nu ga doen om geld te verdienen. Ik ga denk ik eventjes naar, weer naar het park toe. En dan daar eventjes wat dingen opgraven. Stenen, misschien vissen. En hopen dat we daar iets vinden. Ik wil trouwens verder ook nog wel echt iets opbouwen om veel geld mee te gaan verdienen. Zoals bijvoorbeeld schilderen of comedy. Of wat heb je nog meer wat je makkelijk op straat kan doen. Zingen kan, maar dat is wel lastig om op te bouwen. Maar het kan wel. Instrument bespelen gaat helaas niet, want we hebben geen instrumenten. Of nou ja, we kunnen naar het museum of naar hier in San Myshuno. Hier heb je in de Galerie Kasbah heb je muziekinstrumenten. Daarvan kunnen we gebruik maken. En daar kunnen we ook schilderen. Dat kunnen we ook allemaal gaan doen. Schilderijen maken en die uiteindelijk verkopen. Dat is ook een hele goeie. Muziekinstrumenten gebruiken vind ik iets te lastig. Omdat we dan alleen op die plek de instrumenten kunnen gebruiken. En dan kan ik ze niet meenemen en kunnen we niet echt gaan optreden voor Foy. Dus dat is niet echt heel erg handig. Dus ik denk dat het iets wordt als schilderen, comedy. Volgens mij heb ik net nog iets opgenoemd, maar ben ik het nu al vergeten. In ieder geval dat. Laat even weten wat jullie het leuk zouden vinden. Ik denk dat schilderen een hele goede optie is. Omdat je daar best veel mee kan verdienen als je er goed in bent. Maar voor nu ga ik naar het park. Oké, we zijn in het park. Ik ga meteen eventjes een beetje naar de zijkantjes. Maar, want daar heb je meestal plekjes en zo waar je dan dingen kan opgraven. Stenen en zo, bijzondere dingen kan vinden. Al zie ik nu hier overal echt letterlijk helemaal niks. Normaal is dat toch wel?
Ik zie echt letterlijk helemaal niks. Ja, ik zie hier een vijver. Nou, ik ga dan maar even in de tussentijd naar kikkers zoeken. In de tijd dat ik zo'n plekje zoek. Je hebt toch altijd van die boomstammetjes en zo waarin je dan dingen kan zoeken? Of heb je dat in dit park helemaal niet? Ik kan me bijna niet voorstellen dat je dat hier helemaal niet hebt. Nou, of misschien moeten we daarvoor... Oh ja, hier zie ik wat. Oh, we hebben een gestepte auberginekikker gevonden. Hier zie ik wel een dingetje. Oh, maar dat is gewoon een aardbeienstruik. Hè, maar je hebt toch altijd van die plekjes en dat je stenen kan opgraven en dat soort dingen? Hier zie ik nog iets, dat is het ook niet. Nou, ik denk dat je dat hier dus niet echt hebt of zo in dit park. Zou kunnen. Oh, hier zie ik zoiets. Kijk, graven. Dat is precies wat ik zocht. Oh. Dit kwam er ineens bij. Nou, dan ga ik daar ook gelijk graven. En voor de rest is hier nog iets. Nee, niet echt. We kunnen hier wel vissen. Oh ja, kijk. Hier hebben we nog zo'n plekje. We gaan gewoon overal even in graven. Je weet maar nooit wat je tegenkomt. Wie weet zijn we gelijk miljonair. Zal wat zijn. Zal heel erg handig zijn. Denk het niet. Maar ja, alles kan natuurlijk. Oké, laat maar even zien, Alyssa. Er zitten wel allemaal diamanten in, dus je zou zeggen dat er veel in zit, maar... Ik weet het niet. Oeh, ze is helemaal blij. Alyssa heeft een capsule opgegraven. Oh, dus het wordt nog spannend ook. Oké, we hebben een capsule, maar ja, wat zou daarin zitten? Dat weet ik ook niet. En we hebben een tijdscapsule gevonden. Jeetje, ik vind dat het nog spannend wordt. En we hebben 2 onderdelen voor algemene verbetering. Oké, eens even kijken nu in onze inventaris... We hebben dit. Nou, dat ga ik gelijk verkopen. Hupsakee, 20 simdollar erbij. We hebben een auberginekikker. Hupsakee, $10 erbij. We hebben zwarte oordopjes. Die ga ik niet verkopen. Die kan ik ook niet verkopen. En we hebben 2 van die capsules. Openmaken. Oh, er zit 1 poppy in. Oké, en deze nog openmaken. Er zit een leaf in. Oh, dat zijn van die poppetjes. Nou, dan krijg je toch weer 60 simdollar voor. Dat is toch mooi meegenomen. En voor deze 20. Nou, dat is niet heel veel. Maar het is allemaal wat, toch? Kijk eens aan. We hebben gewoon $115 op zak. Vind ik best nogal veel. We hebben gewoon eventjes opgegraven. Oh, kijk. Hier zit ook een zwerver. Wie zit? Akito Yoshida. Oeh, hij praat in zichzelf. Oké, geen idee waarom dat is. Hé, daar hebben we Akira weer. Ik ga even praten met Akira. Ik ga hem een grappig verhaal vertellen. Ik weet niet of hij daarop zit te wachten. Denk ik niet. Want we waren in de vorige aflevering naar hem toe geweest. En toen ging Alyssa met hem flirten zonder dat ik iets deed. En toen was het een beetje mislukt. Want Akira wilde dat niet. Maar goed, ik wil hem even kalmeren, want hij is boos. Maar de vriendschap gaat toch weer omlaag. Wat doe ik fout dan? Oh my god. Nou, het gaat echt helemaal fout. Wat is hier aan de hand? Nou, dan ga ik ook maar eventjes boos terug doen. Brullen. Wat een lullig persoon. Hij is gewoon helemaal boos op Alyssa of zo, omdat we met hem hebben geflirt. Sorry hoor. Sorry dat ik dat heb gedaan. Jeetje. Nou, maar ik ga eventjes iets grillen. Wat zou ik eens even maken? Wat is het goedkoopst? Je moet natuurlijk letten op de centen. Hotdogs, die zijn het goedkoopst. Nou, dan gaan we hotdogs maken. Zo. Kost toch wel weer $13. Maar dan leren we ook gelijk even koken. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk. We kunnen nu wel iets kopen in een kraampje. Maar daar zitten we ook niet heel veel mee op. We moeten natuurlijk wel een beetje leren koken. Oh kijk, deze zwerver is ook aan het koken. Oké. Een portie pakken. En ik wil dit ook gelijk... Hé, hey, blijf van mijn hotdogs af jij! Je vieze draak! Hij is helemaal betoeterd. Hij denkt gewoon, ik neem lekker even ook een hotdog. Nou, dacht het niet. Wat een gekke man, zeg. Zit hij me net nog helemaal boos te doen? Nou, ik ga lekker ergens anders zitten. Dag. Ik ga echt niet bij Akira zitten, hoor. Hij is echt niet aardig tegen Alyssa. Vind ik een beetje jammer. Oh, ze gaan weer verplaatsen. Oh, Akira wil nou weer wel praten met haar. Ik heb nergens op geklikt. Kiboy Shtimbara. Weet niet waar hij nou precies over praat. Maar, blijkbaar wilde hij toch weer wel praten of zo. Nou, oké. Okay. Oh, deze man zit hierin te graaien. Waarom zit hij hier daarin te graaien dan? Hij ziet er helemaal niet uit als een zwerver. Hij ziet er heel mooi uit. Nou, kunnen hier dus niet meer inkijken. Want Akira heeft het net omgetrapt. Nou, dat is weer een beetje jammer dus. Oké. Met Akira kletsen. Nou, ga jij even lekker kletsen. Nou, nu gaan we toch ineens weer de vriendschap opbouwen. Beetje een haat-liefde relatie hebben Akira en Alyssa nu al. Ook al kennen ze elkaar pas 1 dag.
Maar ja, nu doen ze wel weer aardig tegen elkaar. Ik weet ook niet helemaal hoe dat zit. Nou, ik zal nog wel eventjes wat aardigs allemaal doen. Interesses bespreken. Zo. Blijkbaar is hij toch wel weer een beetje geïnteresseerd. Ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Oh, nu gaat hij er vandoor. Nou, dag. Was gezellig. Oké, ik wil nog eventjes eigenlijk wat dingen opgraven. Of ja, dingen opgraven. Ik wil gewoon eventjes wat dingen vinden en zo. Kunnen we niet naar... oh, hoe heet dat? Waarom kan ik het niet vinden? Nee, naar dat vakantieland gaan. Oh, dat moet via de... Oh, we kunnen niet op vakantie. Nou, maar ik dacht, daar kunnen we wel heel veel dingen vinden. Maar we mogen er dus helemaal niet naartoe. Dan wil ik even naar Windenburg. Naar de eeuwenoude ruïnes. Of naar de klippen. Maar, want ik denk dat daar ook wel wat dingen te vinden zijn. Dus ik even te twijfelen. Ik ga naar de eilandklippen. Ja, we kunnen natuurlijk altijd toch ook naar dat andere gaan. We gaan eerst even hier kijken of er wat te vinden is. Het is hier in ieder geval mooi. Het is wel een mooie verblijfplaats ook voor Alyssa. Nou ja, het is hier wel een klein beetje eng. Moet ik dan wel weer toegeven. Maar op zich is het ook wel... Het heeft wel wat. Oké, even kijken. Kunnen we hier wat vinden? We kunnen in ieder geval eventjes in deze vuilnisbak kijken. We kunnen hier zelfs ook plassen in de bosjes. Niet dat dat nou heel lekker is, maar het kan wel. Moet maar. Hopelijk zit hier nog wat, wat in deze prullenbak. Kijk hoor. Weggooien. Oh, nou, ik kan het alleen maar weggooien. En dan zat er blijkbaar toch niet zoveel interessants in. Alyssa is ook heel moe, zie ik. Dus we moeten zo ook weer even gaan slapen. Ik zie hier ook niet echt dingen waar ik iets uit kan vinden of zo. Toch? Of zien jullie het wel? Bekijk ik het nou, dit? Paddenstoelplant? Nee, daar hebben we ook allemaal niet zoveel aan. Nee, ik zie niet echt iets hier. Nou, had ik hier toch wel verwacht. Hier is zoveel natuur. Ik had wel verwacht dat we hier ergens iets leuks konden opgraven, maar blijkbaar dus niet. Oh, wacht hier. Oh, is dat er niet net bijgekomen? Want ik zag het net echt serieus helemaal niet. Volgens mij kwam dat gewoon net pas erbij of zo. Ik heb geen idee. Nou ja, goed. We gaan dit nog even opgraven. En dan gaan we daarna maar even slapen. We hebben één turquoise gevonden. Is dat veel geld waard? 20 simdollar. Dat valt alweer tegen. Ik had meer verwacht. En rozenkwarts. Ook 20 simdollar. Nou, daar had ik ook wel iets meer van verwacht. Nou, we hebben nog niet echt heel veel geld vandaag verdiend. Volgende keer gaan we ook eventjes een vaardigheid opbouwen. Zoals bijvoorbeeld schilderen of comedy. Dat soort dingen. Laat vooral eventjes weten wat jullie leuk zouden vinden. En charisma gaan we ook eventjes opbouwen. Want daar kreeg ik ook een reactie over. Als je veel charisma hebt, dan kan je uiteindelijk ook een lening vragen van mensen. En dan kunnen we dus geld van iemand lenen. En we kunnen het ook gewoon bijvoorbeeld lenen en nooit meer teruggeven. Dus dat is misschien ook wel leuk dan om te doen. Of nou ja, leuk, handig vooral. Dus dat is, vond ik ook een goede tip. Nou, ik ga heel eventjes zwemmen hoor. In het badpak die ze van haar oma heeft meegenomen. Zo, ze is trouwens echt heel moe, dus misschien moeten we er maar uitgaan voordat we dadelijk verdrinken of zo. Nou, dan gaan we hier maar slapen. Het is hier wel een klein beetje eng, dat moet ik wel even zeggen. Nou ja, je hebt hier wel een heel mooi uitzicht. Maar toch is het hier een beetje eng, want je bent hier helemaal alleen en zo. En bijvoorbeeld waar we de vorige aflevering hebben geslapen is San Michuno. Daar was het wel iets minder alleen. Kijk, nu zijn hier ineens ook van die stenen. Nou, ik zweer dat die er net niet waren. Ja, jullie kunnen natuurlijk nu de video terugkijken. En kijken of ze er toen al stonden. Maar volgens mij stonden ze er toen nog niet hoor. Nou, volgens mij echt niet. Zijn er hier nou ook bijgekomen? Nee, hier niet. Alleen daar. En nu wil ik ze eigenlijk ook wel even openmaken. Ik bedoel, nou ben ik wel heel erg benieuwd wat daar dan in zit. Ik bedoel, misschien is het wel iets heel bijzonders. Kan het ook dat je echt iets heel bijzonders vindt? Dat je echt duizenden dollars krijgt? Voor mij heb ik dat nog nooit echt gehad. Maar dat zal echt heel erg tof zijn. En we hebben wel weer allemaal dingen gevonden. Nou, dan gaat Alyssa weer lekker slapen. Ga ik ondertussen even kijken wat het was. Robijn, $30. Toch weer wat. En, oh, dit is best veel geld waard. Wat is dat? Haltonium. $75. Nou, kijk. Nou, we hebben toch al aardig wat geld op zak. Daar kunnen we toch alweer even wat dingen van doen. Zoals eten kopen. En dat soort dingen. Misschien ook nog wel andere dingen. Misschien kunnen we ook een keer naar de kledingwinkel gaan. In Magnolia
Magnolia, ik weet even niet meer. Magnolia en iets daarmee, die stad. Kunnen we daar misschien ook wat kleding of zo kopen of andere leuke dingen. Maar goed, dit was weer de aflevering van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan ben je natuurlijk altijd op de hoogte van alle Sims video's. En dan bedank jullie weer voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Doei!